voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audiotours downloaden. De pont van Den Helder naar Texel is dé manier om op Texel te komen. Het vrije tijdsgevoel begint al als je in Den Helder de pont bent opgereden en wegvaart. De bootdienst wordt geëxploiteerd door Teso, Texels eigen stoombootonderneming. En de naam klopt. Eigenaren van Teso zijn 3000 eilanden zelf. De moderne dokterwagenmaker vaart ieder uur heen en weer tussen de Den Helder en Texel. Op drukke dagen wordt een tweede boot ingezet. Na 20 minuten wordt de aanlegplaats op Texel bereikt, het Horentje. Razendsnel loopt de pont leeg en vullen de vertrekkers de boot weer. Drukke dagen moeten de vele vertrekkers op Texel zich opstellen op het fietspad langs de pontweg. Het opstelterrein bij de boot is dan domweg te klein.